Hi Stier, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 45. En dat is van maandag 2 november tot en met zondag 8 november. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat week 45 voor de Stier gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week een week is waarin je bij jezelf wat te raden gaat. Alsof er voor jou een stukje is waarin je echt over na wil denken. Hoe kom ik hier nu weer verder mee? Het lijkt namelijk alsof je je soms misschien wel wat aangevallen kan voelen, omdat je het soms wat zwaar ervaart. En ik heb het idee dat op het moment dat je heel goed kijkt naar jezelf, wat je daarin wil, wat je eigen aandeel daarin is, dat je er op een veel luchtiger manier mee om kan gaan. En dat het misschien eigenlijk alleen maar een bepaald gevoel is dat je soms wat kan tegenhouden. En ik heb het idee op het moment dat je daarnaar gekeken hebt, op het moment dat je het aangeraakt hebt, om het zo te zeggen, wordt het eigenlijk ineens heel veel luchtiger. En zul je merken dat je zelf een bepaalde overwinning kan gaan halen, die voor jou echt heel erg prettig gaat voelen en waardoor je weer heel erg in die actie kan gaan komen. He, dus neem even die tijd om af en toe een klein stapje terug te doen, om voor jezelf erover na te denken waar je staat en wat je wilt. En je zult zien dat je tot de grootste dingen in staat zult zijn. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.